Ik ben Isabel Heermans en ik speel Geest van de Toekomst in A Christmas Carol. Samen met de geest van het verleden en de geest van het heden proberen we eigenlijk Scrooge te waarschuwen voor zijn lot. De geest van de toekomst, die zie je liever niet komen eigenlijk. Nee, ik laat Scrooge zijn toekomst zien. Ik confronteer hem met zijn eigen dood. Maar het is voor hem heel confronterend om te zien hoe de mensen met zijn dood omgaan. De mensen zijn eigenlijk gelukkig. Die zijn blij dat Scrooge dood is. En daarbovenop is er een nog grotere shock. De vraag is, zal het Scrooge lukken om een beter mens te worden? En om het lot, en dat van de mensen rondom hem natuurlijk, te veranderen? Bestel jullie kaartjes. A Christmas Carol is vanaf 16 december te zien in Gent, Hasselt en Antwerpen.